Ja, De ouders van Marlene Meijer die zijn er niet meer, hè. twee van de vele coronaslachtoffers. Maar ik onthoud er vooral ook naast de liefde en het verdriet, het respect en de liefde voor de zorg. Hè. De mensen die elke dag weer klaar stonden voor haar ouders. En die hele zorgsector stond en staat nog steeds op de eerste rij in die strijd tegen COVID-19. Brengt het totaal aantal overlijdens op dit ogenblik op 1283, 2035, 3019. Al het mentale moet ik ook toegeven dat ik enorm heb onderschat. Er zijn al veel momenten dat ik naar huis ben gereden met tranen in mijn ogen. Het begint op te stapelen en het begint echt wel te barsten nu. We hebben soms mensen die ziek werden en die we de volgende dag al moesten afgeven. Zo snel ging het soms. Ons eigen personeel is moe. Ziek valt uit, dus we hebben niet meer de capaciteit van de eerste keer. Ja, een bewogen jaar. Uh, en laten we niet vergeten, het is nog altijd niet afgelopen. Drie mensen hier die het van op de eerste rij hebben meegemaakt en nog steeds hè, meemaken. Sabette Wale, intensiviste aan het UZ Brussel. En tijdens die tweede half was u aan het hoofd hè, van de intensive care daar. Nu ligt meer de focus hè, op klinische nutritie en de behandeling van post-COVID-patiënten. U draagt uw mondmasker omdat u gisteren nog... Op die uh, intensieve zorg bent geweest. Hè? Ja, inderdaad. Ik kom nog in contact met COVID-patiënten en dan veiligheid gaat boven alles. Absoluut. Naast u zit uh, Inge Vervotte, voorzitter van het dagelijks bestuur van zorggroep uh, Emmaus. Jullie tellen een aantal zorginstellingen, waaronder ook vier woonzorgcentra en ook twee algemene ziekenhuizen. En dan Pedro Facon in de regering Vivaldi, de coronacommissaris geworden. Daarvoor hoofd van de VOT Volksgezondheid. En daarvoor nog zat u als kabinetschef bij Magie de Blok, dus ook al een heel traject in dit verhaal, afgelopen. Met u beginnen, meneer Facon. Toen dat begon. Een jaar geleden had u toen enig vermoeden dat we hier een jaar later nog zouden zitten? Zeker niet. En misschien gelukkig dat we dat ook niet wisten op dat moment. Want ondertussen is de sprint een marathon geworden. En dat geldt niet enkel voor de beleidsmakers of de administraties, maar vooral ook voor de zorgverstrekkers en natuurlijk de mensen in de hele bevolking. Ja. Ik heb begrepen uit een column van Erika Vliegen, jullie zijn trouwens hè, door deze crisis goede vrienden uh, geworden, dus er komen ook mooie dingen aan bod. Op 2 maart heeft zij al gebeld om zo een werkgroep op te richten voor de ziekenhuizen. Dus toen viel de frank volledig. Toen eigenlijk duidelijk werd dat ook Europa en België zou worden getroffen in het gezondheidszorgsysteem, we zagen de beelden uit Noord-Italië. Dan zijn we eigenlijk heel snel in actie geschoten om samen met de ziekenhuizen en de huisartsen te kijken wat moet hier nu gebeuren op zeer korte termijn. Het was echt een reis tegen de klok om ervoor te zorgen dat we geen ja. patiënten moesten zorgen ontzeggen. Ja, wanneer had u het door, uh, Sabette Walen? Dit is inderdaad meer dan een griepje, dit wordt iets voor de long run. Wel, van het moment dat je één patiënt gezien hebt, dan weet je eigenlijk dat dit is niet hetzelfde is. Je zag inderdaad hoe die mensen pijlsnel achteruit gingen, zoals mevrouw ook getuigde. Het begon een beetje klachten, lichte klachten. En dat kon zo snel gaan en zo verwoestend. En één keer dat je ook zag van hoe gezonde mensen helemaal kapot gingen door dit virus, dan wisten we van. Dit is iets wat we nog nooit gezien ja. hebben en dit is uh, ook niet direct opgelost. Dit ja. gaan we niet met onze huidige manier van werken kunnen opvangen. Ja. Dit is het helemaal. Ik anders. hoor wel, hè, we schieten in actie omdat we inderdaad de beelden hebben gezien van Noord-Italië, Bergamo. Dan gaan we straks ook nog eens horen, hoe het daar nu is. Nochtans, Inge vervotten. je zou denken, we wisten het al, want we hebben toch ook de beelden van China gezien. Hè? Dat is inderdaad heel opmerkzaam. Ik stel vast dat het, inderdaad, het toen nog te ver weg was voor ons en dat het echt ingeslagen was als een bom wanneer we de beelden van Noord-Italië hebben gezien. Omdat Had we... u sneller de reflex bij uzelf van dit gaat wel naar hier komen? Nee, daar moet ik eerlijk in zijn. Toen het toch in woongang zat en als dat iedereen zo van het is een griepje. Ik denk dat zelfs ook soms daar een beetje te lacherig werd over gedaan achteraf bekeken. Um, en het is echt ingeslagen als een bom door die beelden van uh, Noord-Italië omdat het zo herkenbaar is met name van: we weten dat het een regio is die goede gezondheidszorgen heeft waar ook heel veel experts zitten. En dan zie je al die vergelijkingsfactoren en je denkt, oei, ja. uh, dit mag ons niet overkomen. En dat zijn beelden, denk ik, die wel, die impact daarvan mag men niet onderschatten, want dat heeft voor heel veel angst gezorgd, gedurende heel de periode, uh, voor, voor, ja. voor alle mensen in de zorg eigenlijk. Maar je zegt inderdaad, dan is het beginnen inslaan als een bom. Ik weet nog goed dat wij hier een uitzending hadden, net voor het begin van de krokusvakantie En dat ik toen ja. nog heb gevraagd hè, aan Mark Van Aans, van, mogen we nog op vakantie ja. gaan? En hij zei, ja, maar hè, dat kan. Achteraf gezien, en achteraf is alles gemakkelijk, mevrouw Vervotte, denkt u dan, eigenlijk hadden we daar al direct moeten zeggen, no, dat gaat niet? Wel, ik heb toen ook berichtjes gekregen van vriendinnen van mij waar de kinderen nog op reis gingen naar Italië, onder andere. En dat zijn toch ook mensen die zich wat goed informeren enzovoort. En die zeiden, is dat hier eigenlijk wel nog oké? Okay? Maar wij, ja, iedereen volgt natuurlijk de experten. En ik denk dat zij ook toen in de modus zaten van... Uh, we gaan niet te snel overgaan naar, naar paniek. Maar ik weet wel dat ook in ons ziekenhuis, omdat er toch al wat berichten begonnen te circuleren, veertien dagen voor de lockdown zaten wij wel in een crisismodus. Dus dat komt ongeveer overeen, denk ik, met... Uh, en waar we het gemist hebben, denk ik, is, is op het moment dat uh, de mensen... Uh, ja, die eigenlijk een besmetting hadden van vakanties... Hè, Um, da, da, daar is dat dat even een periode op... van vrij spel hebben. geweest, denk ik. Waar... En daar, is, daar hebben we een prijs voor betaald. Waar we ook een prijs voor betaald hebben qua beleid, is iets wat eigenlijk lang voor de uitbraak van de pandemie is gebeurd, bij het beleid. We hebben dan moeten merken dat we eigenlijk geen strategische voorraad mondmaskers hadden. De eerste miljoenen daarvan zijn vernietigd. Uh, een beslissing van Mevrouw De Blok, toen u een van de kabinetchefs was. Is dat een van de zaken geweest: de beslissingen geweest die de verspreiding van dit virus noodlottig hebben gemaakt. Maar het valt niet te ontkennen dat de problemen met beschikbaarheid van beschermingsmateriaal zeker een impact heeft gehad, zeker in de Zwaar, beginfase ja. van de crisis. En uh, met name voor het personeel in de eerste lijn, de huisartsen, een aantal andere zorgverstrekkers, zo was er echt een tekort aan beschermingsmateriaal. In de ziekenhuizen was dat nogal variabel. Ja. Maar het valt moeilijk te ontkennen dat dat, uh, dat, dat een zwak punt was uh, en een probleempunt in de start van de crisis. Hoe, bo hoe boos zijn jullie dan geweest toen jullie dit merkten? Bijvoorbeeld bij ons in UZ Brussel, persoonlijk, was ik op 15 maart op intensieve, werd ik met de eerste patiënt geconfronteerd en ik ging die dame onderzoeken, ondervragen. We hadden al een masker, we hadden nog geen face-shields. En ik weet nog, de, de, eigenlijk nu bevind ik mezelf in een naïeve toestand uh, toen, dat ik vroeg, mevrouw, kan u uw hoofd een beetje draaien, want ik ga naar uw longen luisteren. En ja, die dame ademde volop uit met 15 liter zuurstof. Vier, vijf dagen later was ik zelf ziek. In welke mate had dat kunnen vermeden worden, ik weet het niet. Het was een enorme acute fase. Het materiaal was er, nu zijn we zoveel beter ja. geëquipeerd. Maar toen, ja. ik denk dat iedereen wel maar dat, heel erg ja. deed wat we konden, maar we hadden inderdaad nog niet de protectie die we waar, echt nodig hadden. Waar dat hadden. zeker heeft gespeeld, is in de woonzorgcentra. Ja. ja, dat heeft zeker gespeeld, omdat natuurlijk ziekenhuizen hebben zelf een stok, hè, omdat ze dat ook gewoon zijn, infectieziekten en andere meren, ze hebben een eigen stok. Ons zorgcentra hebben normaal gezien ook een stok, maar die is veel kleiner. Dat is meer voor MRSA-problematiek en andere meer. Um, en dus, uh, ja, we zaten ook in een situatie waarin dat we begonnen te tellen en we wisten niet hoeveel mondmaskers heb je per dag nodig hebt. En dus dan moesten er heel strikte richtlijnen komen van je moet je mondmasker aanhouden, wat onmenselijk was voor onze mensen, omdat ze mochten geen koffie drinken, geen thee enzovoort, omdat we de vrees hadden van, ja, als we nu bestellen, want we waren volop nog aan het bestellen. Ik herinner mij dat we uh, in ons ziekenhuis centraal ook volop aan het bestellen waren. Waren, maar het, de leveringen kwamen niet meer toe. En dan schiet je natuurlijk in complete paniekmodus, ja. want dan zeg je, ja, uh, uh, wat gaan we dan moeten doen? En dan zijn wij op al, alternatief ja. Weet oorten. ik nog, 14 maart, dus een jaar geleden, zat u hier ook aan deze tafel. En toen hebt u eigenlijk ook een beetje de kattebel aangebonden van... Er wordt altijd maar gezegd dat er mondmaskers gaan komen, maar die komen er niet. Hè? Ja. U had er eigenlijk op gerekend dat dat toch vanuit de overheid ging geregeld worden? Ja, ik was toen een beetje kwaad. Ja. <laughs> om van het, het feit zien, dat ik ja. uh, vond dat wij als sector aan, aan het lijntje werden gehouden, ja. omdat wij vrijdagmiddag nog een, een sectorvergadering hadden gehad. En daar, daar stelde on, ons gerust dat die maskers zouden komen. Ondertussen kwamen er berichten binnen dat die dat er niet waar. zouden komen. En ja, in een crisis is elk uur een gemist uur, bij wijze van spreken. Maar in er is nog iets anders dat ik wil daaraan toevoegen. Uh, voor mij is de grootste problematiek in de woonzorgcentra ook geweest dat men eigenlijk er in het begin van uitging dat men vooral ging focussen op mensen die al symptomen hadden. En dat we eigenlijk achteraf hebben gezien, of allez, binnen, op korte termijn dat ook mensen die nog geen symptomen hadden, dat die ook besmettelijk waren. En hadden we dat inzicht veertien eh, dagen of een maand vroeger gehad, ja. dan had dat, dat belang van die mondmaskers nog veel groter geweest. En dan hadden we doorgehad dat eigenlijk ja. mensen, zonder dat ze het wisten, al andere ja. mensen aan besmetten waren en in zeer koer, kleine ik, omstandigheden uh, en ruimtes. Meneer Faco. Maanden later werd ons dan toch gezegd dat wij ook zelf allemaal een mondmasker moeten gaan dragen. In het begin werd je zelfs een beetje uitgelachen dat dat meer een mondmasker was voor je psychische uh, gez gezondheid dan eigenlijk voor je fysieke. Mm -hmm. Daar zijn we toch in de fout gegaan. We zijn daar. In de fout gegaan, in de zin dat we gezien hebben door al die maanden heen, en ik probeer niet rond de pot te draaien, maar dat ook de inzichten van de experten en de wetenschappers daar sterk zijn geëvolueerd. We hadden de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, die zeiden van de reserveer de maskers voor het zorgpersoneel. En ook onze... Als hadden we allemaal toch veel sneller kunnen dragen? We hadden dat sneller kunnen doen. En achteraf bekeken hadden we dat ook sneller moeten doen. Want dit is een relatief makkelijke ingreep. En dat had wellicht ook wat leed kunnen vermijden. Ja. U hebt een paar keer ook aan de noodklok geluid hè, ja. in de media over de situatie. Hoe, hoe, hoe gingen jullie mensen daarmee om? Want die zat in een storm waarvan je eigenlijk de afloop niet kon voorspellen. Hè? Ja, als ik eerst nog mag ingaan op de mondmaskers. Het initiatief dat er bij ons in het ziekenhuis is gebeurd, samen met de universiteit. Het naaiatelier, waar dus mensen, ja. vrijwilligers en, en verpleegkundigen, allerlei mensen letterlijk zelf aan het stikken zijn geslaan. Daar werd ook hier en daar een beetje lacherig over gedaan, maar we hebben het wel maar mooi gedaan. En voor mensen die inderdaad niet direct met patiënten geconfronteerd werden, maar wel in het ziekenhuis moesten circuleren, waren die zaken op dat moment, binnen de schaarste die er was, heel goed. Dus we hebben zelf de handen uit de mouwen gestroopt en gezegd... Oké, okay, komen ze niet, dan doen we het zelf. Natuurlijk uh, dankzij de inzet van enorm veel mensen. Maar dat is de, de creativiteit ja. die, en die je op zo'n moment moet hebben. Van oké, okay, mm -hmm. dit is een probleem, laat het ons oplossen. En ik ben natuurlijk akkoord dat het structureel moet opgelost worden ja. en via de geëikte kanalen. Maar er zijn zoveel initiatieven geweest en dat vond ik wel heel mooi om te zien, dat we daar zelf in gegaan nu, zijn. Iets wat mij opviel in het gesprek daar straks dat Lieven had met Marlene Meijer over haar ouders en heel veel liefde voor het rusthuis. Dat zal u waarschijnlijk ook veel goed gedaan hebben, mevrouw Verfotte. Zeker. was dat ze ook inderdaad zei, ja, we spreken altijd maar over disruptie in de economie, maar dat was pas disruptie, hè? namelijk rusthuizen die zich totaal op, op een paar dagen tijd moesten heruitvinden. Hoe was dat bij jullie? Was dat inderdaad zo van, oké, okay, we moeten iets snel van het, het geweer van schouder veranderen? Je moet altijd kijken wat de uitgangspositie is van een woonzorgcentrum. Van een en, 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 ja, ik moet zeggen dat ik daar gelukkig mij mag prijzen met de groep waarin ik, waarin ik deel van uitmaak. Omwille van het feit dat wij al, al een concept hebben waarin wij uitgaan van kleinschaligheid. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk kleinere leefgroepen hebben wat al een voordeel heeft als je natuurlijk het besmettingsgevaar wil tegenhouden. Twee, wij zijn ingebed in een grote structuur, dus wij hebben enerzijds ja, macht om ook op de markt te wegen, maar anderzijds, de week hè, van de lockdown, waren wij ook mondmaskers aan het maken. En dan kan je ook je netwerken aanspreken. We hebben contact gehad met de textielsector, uh, met de serviceclubs en andere ja. meer. Dat is, uh, dat is fantastisch. Want het beeld was er wel um, nationaal dat jullie, en dan niet u specifiek, maar de rusthuizen... Hier niet voor klaar waren en echt de hele tijd eigenlijk achterop hingen. Dat is eigenlijk een beetje het beeld van de COVID-crisis: de rusthuizen die daar in het begin verzopen. Ja. Ik denk doordat, dat doordat ik een zorggroep ben waar ook algemene ziekenhuizen in zitten, had ik eigenlijk zeer vroeg alle uh, updates en alle crisisinformatie, waardoor wij in staat waren om zelf na te denken en ook zelf dingen te doen. Hè. En ik denk dat dat een heel groot voordeel is in een crisis. Als je in de, ik heb ook telefoons gehad van directeurs die in een geïsoleerd woonzorgcentrum zaten en die zeiden, Inge, help mij. Want zelfs als ik een bestelling wil plaatsen, dan zeggen ze, sorry, een bestelling onder de 50.000, vergeet het. Hè. En die zei: ik heb zelfs nog eens, ik heb niet het geld, ja. nog de om dat te doen. Ja, wij zitten met ja, grote ziekenhuizen, dus wij hebben daar ruimte, mogelijkheden. Wij kunnen die solidariteit intern ook een beetje organiseren. En voornamelijk ook die expertise delen. Ja. Want dat vind ik een heel belangrijke. Dus mm. wij waren... Ja, um, als je goed beleid wilt voeren, ook in je eigen voorziening, dan moet je mee kunnen nadenken. Hè. En om goed te kunnen mee nadenken en niet afhankelijk alleen maar te zijn van ik moet hier nu plexiglas zetten of andere meer, heb je die kennis nodig van die experten. En als je die dicht bij jou in huis hebt, ja, dat helpt echt wel. En dus ook voor de, voor de mensen die er met beide, benen in sta, beide voeten in staan, maar ook voor de beleidsmakers een hele zware belasting. Als ik het even over u... Persoonlijke verhaal mag hebben, meneer Facon. U bent dan door de Vivaldi-regering aangesteld als coronacommissaris. U moest eigenlijk mm -hmm. het geheel coördineren met heel grote verwachtingen. Mm -hmm. de, de, de olie in de machine ging u zijn volgens premier de Cro. En op een bepaald ogenblik is dan toch vrij snel het licht bij u uitgegaan. Mm -hmm. Mogen wij weten wat er precies gebeurd is? Natuurlijk, dat gebeurt niet op één dag. En, en ik wil onderstrepen: er zijn zoveel mensen die daarmee geconfronteerd worden. Burn Eén op drie. Exact, ja. Een aantal ja. symptomen van burn-out. Uh, bon, ik, ik heb de, het geluk gehad dat ik goed omkaderd was, ook medisch begeleid, om snel genoeg uh, ja. toch uh, even wat, een time-out te nemen. Er, te veel belast, u kon het niet van zich afzetten. U kon... Ja, voornamelijk dat. Maar ik denk dat dat herkenbaar is voor veel mensen. Ik was ook al heel lang bezig op dat moment. Samen met heel veel collega's en mensen op het terrein hebben wij eigenlijk ja. gedurende maanden aan een stuk weekend in, weekend uit, ja. avonden ook doorgewerkt. En is er dan en... iemand die zegt, Pedro, dit gaat niet meer? Of ik, ik heb, heb je... dat zelf wel aangevoeld. Ik, ik functioneer ook wel al een aantal jaren in die politiek-bestuurlijke uh, malemolen. En op een bepaald Voel je ook dat dat begint te wegen? En uh, ja, als je begint te voelen natuurlijk dat je mentale afstand ja. en uh, ja, je rust ook een stuk is aangetast, dan, uh, dan moet je toch wel uh, ja. zelf ook durven erkennen dat er uh, misschien beter is om eventjes uh, te rusten. Wel eventjes, dat werd dan denk ik anderhalve maand. Ja. Hoe heb je dat dan allemaal van je af kunnen zetten? Ik heb, heb mij laten dat... begeleiden. Ik, ik voel mij ondertussen zeer goed. Ik ben nu weer een maand uh, opnieuw uh, bezig. Uh, en de omstandigheden zijn niet makkelijker geworden. Uh, misschien zelfs een tegendeel. Er is een beetje licht aan het einde van de tunnel, maar we worden elke dag geconfronteerd met heel wat problemen. Maar ik word uh, goed begeleid. Ik heb uh, een zeer goed uh, team waar ik kan op rusten. De samenwerking ook met, uh, met de ministers loopt heel goed. En, en ik heb natuurlijk ook een familiaal en sociaal netwerk dat mij steunt. Mm -hmm. Maar ik wil onderstrepen uh, dat uh, wij ook niet onaantastbaar zijn voor uh, een stuk ja. mentale kwetsbaarheid. En, en een derde van de bevolking maakt dat ja. vroeg of absoluut. laat ja. mee. En we zien ook dat doorheen ja. deze crisis, we zien dat heel goed uit de cijfers, de angst- en depressiegevoelens ja. sterk zijn gestegen. Ja, absoluut, het is zeker iets wat we allemaal ook geleerd hebben daar nog meer zorg voor te dragen. Um, Sabette Walen, de eerste golf hebt u meegemaakt als arts, de tweede volle pashoofd van intensive care. Uh, nu... Zit u als nutritionist een beetje aan de zeilen zeg maar, met post-COVID patiënten? Is dat ook wel ergens iets dat, waar u blij om bent? Dat u even uit die uit echt het heetst van de storm? Bent? Wel, het is allemaal een enorme uitdaging. En u zegt het ook, het is niet voorbij. En het is nog altijd daar. En er komen ook altijd opnieuw nieuwe uitdagingen bij. Ja. Ondertussen weten we min of meer hoe we die COVID moeten opvangen. Het blijft een absolute ramp omdat er niet alleen de COVID-patiënten zijn, maar ook de non-Covid. Maar er zijn bijvoorbeeld al meer dan 1200 patiënten in het UZ Brussel ontslagen na een hospitalisatie. We weten dat de helft daarvan spiermassa kwijt is, ja. gewicht verloren, psychologische 30 ja. heeft posttrauma. Dat zijn ook opnieuw nieuwe uitdagingen Tuurlijk, waar we ons op moeten maar smijten. Maar heb je het dus, ook uh... mee naar huis gepakt? Kwam het ook heel hard binnen? Oh, je leeft in een soort van wazen, in een roezen. En dat gaat geen enkel moment uit je gedachten. En het is wel ook dankzij die manier of die mindset dat we natuurlijk zoveel zaken verwezenlijkt hebben. Hè? Wanneer je inderdaad op vijf uur wakker wordt, dat en dat en dat, en dat ik doe het. Dat blijft gaan. Maar mensen hebben ergens een breekpunt. en sommigen hebben het vroeg en sommigen hebben het later. En had u het, het gevoel dat dat bij u dichtbij kwam? <laughs> Wel, ik, ik heb nooit op een punt gestaan waar ik dacht ik kan het niet meer aan en ik ben ook gelukkig aanvaard ik ook zoals dat u zegt en sommige mensen hebben het daar moeilijker mee om te beseffen van, kijk. Je moet mensen betrekken in dit verhaal. Je moet zorgen dat je deelt, dat je ergens terecht kan, dat je begeleid wordt. En dat welzijn. We hadden psychologen op dienst, we hadden kinesisten ja. op dienst om de mensen zo goed mogelijk toch maar aan de gang te laten. En ik dus... heb begrepen: ook dansen dat u doet. U hebt een discobal bal bovenhaald. Ook dat is belangrijk. Ja, want soms voelt het ook dansen. aan alsof je oh, niet meer mag, mag ontspannen, of dat je niet meer mag mm. genieten van het leven. Mm. Maar ja, sommigen. Ik ga ook wel wandelen, maar dansen is, staat is mij even. Ja. Me, mevrouw Verzotten, is er licht aan het eind van de tunnel? Want want de vaccinaties beginnen nu op gang te komen. De woonzorgcentra zijn gevaccineerd, maar we zien dat er toch weer nieuwe besmettingen zijn. En de cijfers over het algemeen zijn weer wat aan het stijgen. Is er licht aan het eind van de tunnel of moeten we toch uiterst voorzichtig blijven? Ik blijf voorzichtig om twee redenen. Uh, ten eerste, we weten dat zolang dat we nog niet de groepsimmuniteit bereikt hebben, dat eigenlijk. Uh, uh, ja, bepaalde vormen van het virus nog blijven circuleren en die inderdaad weer een grote impact kunnen hebben. Dat is één. Dus vandaar dat dat toch belangrijk blijft. En twee, het is een wereldprobleem. Mm -hmm. En dus ja, we zullen moeten ervoor zorgen dat heel die wereld gevaccineerd geraakt. Dat is een enorm productieproces dat op gang moet getrokken worden. En eigenlijk zolang dat we in die situatie zitten, zullen we jammer genoeg voorzichtig moeten blijven. Of dat dat dan het extreme is, waar we ja, de laatste ja. periode in zitten, is iets anders. Maar we zijn jammer genoeg nog niet bevrijd. En het, en? het licht aan het eind van de tunnel kan soms een nieuwe trein zijn. Hè? Ja. Dus, dat, ja. Ja. Bent u daar bang voor, met die cijfers wel, die weer stijgen? Ik, wel het gaat natuurlijk corona, puur coronagewijs. De helft van onze intensieve ligt opnieuw vol met coronapatiënten. Dus dat is er. Maar dan die cumul cumulatieve zorg die erbij komt, die zorg overlast, dan maakt het probleem nog alleen maar groter. En dus, meneer Facon, verder versoepelen en de maatschappij weer helemaal vrij laten, moeten we heel voorzichtig mee zijn, niet te snel? Ik denk dat onze boodschap ook vanuit experten en het commissariaat zeer duidelijk was. De versoepelingen moeten zeer, zeer secuur worden aangepakt. 1 mei de horeca vrij? Ja, als de afspraak was in het overlegcomité, als de epidemiologische situatie toelaat, dan kunnen we vanaf 1 mei de horeca opnieuw maar openen. Maar en u ziet het eerder... Wat we zien is eigenlijk de trend die we volgens onze modellering hadden verwacht. We zitten op een bepaalde curve, omdat nog altijd het virus aan het circuleren is, waarbij we opnieuw een stijging zien. Maar we moeten goed beseffen dat die stijging zich vertaalt in extra hospitalisaties, in extra personen op intensieve zorgen. En dus we blijven erg kwetsbaar. En dus elke dag komen we wel een beetje dichter bij de oplossing. We vaccineren elke dag. Dat gaat relatief langzaam nog, maar we gaan vooruit. Maar... We moeten zeer zeer zorgvuldig blijven. Oké, okay, dat knopen we in onze oren. En we hebben ook al geleerd hoe belangrijk de zorg is dat voorbije jaar. Dank u hiervoor en dank u voor dit gesprek.